Vorige week werd het ambitieuze plan voor de spoorzone gepresenteerd. Armands paardenkoper van Meccano vertelt erover en via Cultura. En daarna praten we met architecten, vastgoedondernemers en bomenridders over door. Wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij stedenbouw en stadsontwikkeling? Daar zijn we weer. Het tweede uur gaat beginnen via Cultura live. Stedenbouw, stadsontwikkeling, uitgebreid ingaan op de spoorzone. Kleine wisseling van de wacht. John Steeg is de boomridder nu aan in de kring. En Nicky van der Kooij is aangeschoven. Een jonge, zal ik er veelbelovend bij zeggen, een jonge, veelbelovende architect. Ik begin even bij jou, Nicky. Uurlang dit gesprek al gevolgd, met professionele belangstelling. Wat vind jij nou de belangrijke aspecten die jij meteen uit dit plan pakt van, daar word ik blij van? Ja, ik moet de komende 30 of 40 jaar mag ik gaan werken door als architect natuurlijk. Dus mijn achtertuin en mijn basis. En ik word heel enthousiast van als ik zie welke basisvoorwaarden nu voor mij worden gerealiseerd, waar ik mag gaan werken straks. Want het is natuurlijk een prachtig gebied straks. Mm-hmm. Moet heel veel ook in ontworpen worden natuurlijk. Waarin ik het is echt een ongelooflijk gaaf gebied, gaat worden altijd groen. En de bouwblokken die er worden natuurlijk nu wordt neergezet. Ik maak me wel soms een beetje zorgen om die spoorzone zelf. Ik heb mijn afsteerplek ook in de zone gedaan. Natuurlijk achter het station bij Turenborg locatie. Ik ben ook afgevraagd, hoe ga je straks om met die veiligheidszone en het geluid en de beleving daarvan. Ja, ik heb er een positief gevoel bij. Maar ik denk wel, die spoorzone, er worden geen huizen van die 2 ton gaan kosten of 3 ton gaan kosten. Het moet wel een goed hoogwaardig woonmilieu gaan worden. En denk van, hoe kan je nou zorgen dat het echt, als het naast een spoor zit, dat dat ook gaat worden. Want voor mij heb ik 6 jaar geleden ook wat workshops meegevolgd, waar de eerste ideeën van, we gaan heel wat spoor onder de grond gooien. Dat spoor is helemaal niet meer. Dan krijg je een grandioos park door het dorp heen en zo. En, Een van de vraagstellers van de kijkers thuis, die heeft ook zoiets van, er was ooit een plan om dat spoor echt onder de grond te krijgen. Dat zou toch veel fijner zijn? Nu is het heel veel groen, het ziet er heel mooi uit, de plaatjes, maar ik denk van wat verandert hem eigenlijk nog verder nu, dat behalve al het groen dat er komt. Ja, ik weet dat jouw afstuderen zat inderdaad bij Turenborg, ja. De bebouwde hoek van het Wijzichtpark. Ik meen me ook te herinneren dat jij wel kritisch staat tegenover de plannen die daar nu ontwikkeld worden. Ja, dat is wel positief. Het plan wat ik nu van zie wat bij het Maastras gepresenteerd wordt. Heel veel vooral losse bouwvolumes zijn die echt individuele kracht kunnen zijn qua gebouwen. Alleen wat je nu achter stations gebeurt bij Turenborg zelf wordt echt een megalomaan complex. Waar volgens mij, het is geloof ik 200 of 300 woningen moeten worden. Ik denk eigenlijk wel zonder dat die niet in de plannen opgenomen zijn. Mm-hmm. Bij jullie in ieder geval vast. Ik zag wel dat jullie de strook waar het UWV nu is, dat jullie daar 3 of 4 losse blokken hebben gepositioneerd. Waardoor je al iets meer wat een doorwaperheid krijgt eigenlijk naar het achtergebied van het station. Want het is eigenlijk gewoon een soort van stofhoekje daar, zo weet je. Waar je de stof en het blad neerdwarrelt. Maar nog steeds heb ik het gevoel dat gebied echt wel nog veel meer potentie heeft dan zoals het nu wordt benut eigenlijk. En het is zeker iets wat misschien wel van alle plannen die jullie nu presenteren aan die spoorzone wel de meest actuele, die misschien binnen nu een 2 of 3 jaar wel gaat plaatsvinden, denk ik. Ja, zeker. Ja. Nee, heel, dankjewel. We hebben natuurlijk ook, er zijn een aantal dingen om op te reageren eigenlijk. Ja. Actuele plannen, dat is wel een belangrijke. Dat we niet hebben gezegd, of we hebben vooral ook als uitgangspunt genomen van wat nu al ver gevorderd is. Mm-hmm. Laten we daar ook wel rekening mee houden, natuurlijk op een goede manier. En zorgen dat dat ook door kan gaan. Dat is Turenborg, zijn ook planontwikkelingen rondom gezondheidspark, waar overeenkomsten zijn nu. En een bepaalde snelheid is daar denk ik in voor Dordrecht ook goed. Hè. Een stad is altijd in ontwikkeling en je moet denk ik ook wel heel goed rekening houden met dat wat er allemaal gebeurt. En daar vooral ook op verder gaan en dat op een goede manier meenemen. Ja. Ik zie wel dat daar, misschien als zo'n Turenborg, daar hebben wij verder natuurlijk in die visie geen invloed op gehad in die zin. Ik denk als dat misschien
dan kan je altijd zeggen, als die visie voor die spoorzone net wat eerder was geweest, was het misschien een andere uitwerking geworden die nog integraler, nog beter zou passen in dat gebied. Dat kan ik me voorstellen. Het tweede punt waar net even werd aangezet, was natuurlijk dat spoor wat eventueel onder de grond, helemaal onder de grond, als een enorme kans. We hebben daar natuurlijk ook over nagedacht en ook gekeken. We kennen dat vanuit Delft bijvoorbeeld, waar we zelf vandaan komen. Is best wel heftig, heeft ook heel lang geduurd, is ook erg uitgelopen, heeft de gemeente Delft ook niet, dus ook op een gegeven moment onder curatelen gekomen zelfs door. Het vloog eruit. Ja. Ja, nee, maar het is, je stad gaat echt voor een heel lange tijd volledig op de schop. Ja. Dus we hebben wel heel bewust die discussies gehad en in ieder geval in de visie gezegd, ga uit van wat er al is. En we hebben gekeken naar mooie manieren om er dan mee om te gaan. Bijvoorbeeld dat park bij Weeskinderendijk. We hebben eigenlijk een dijklichaam langs het spoor gemaakt, waarbij je eigenlijk een aantal dingen in één keer oplost. Hè. Je maakt die mooie fietsroute kan eroverheen, het is ook het geluid wat je weert, het is ook de veiligheid die je vergroot. Je maakt een mooi groen park, waardoor die woningen ook gemaakt kunnen worden in een mooie luwte, zonder de belasting van geluid, et cetera. En door dat dijklichaam hebben we ook gelijk gezegd, nou, daar zou heel mooi het parkeren goed in een plek in kunnen vinden. En die integraliteit is denk ik één, voor de stad ook een veel efficiëntere en haalbaarder alternatief dan, want de gedachte om hem echt onder de grond te leggen, daar ten eerste vraag ik me af of je er echt uit gaat komen, want daar heb je heel veel extra subsidies ook op rijksniveau nodig, dus ben je echt jaren verder en daarna nog eindeloos de bouwput. Dus we hebben wel heel bewust die keuze gemaakt van, dit zou eigenlijk veel slimmer zijn voor de stad, als je het op deze manier gaat doen. Ja, maar ook dan, want jullie sluiten heel erg aan bij de huidige structuren. Dat is op zich een heel mooi vertrekpunt, denk ik. Maar ook dan had je kunnen kiezen, wat er bijvoorbeeld in Breda gebeurt, is dat je over het spoor gaat heen bouwen, dat je dat deels helemaal moderniseert. Ja, deels hebben we gedaan rondom het station zelf. Mm-hmm. Maar je zit hier met een heel andere context dan veel andere stations, met gevaarlijke stoffen over het spoor. Ja. Daar zijn natuurlijk ook de discussies over, misschien dat er nog een nieuwe tunnel, zuidelijker ten opzichte van de A16 wellicht komt, kan. Maar ook die discussie is nog lang niet uitgekristalliseerd. Dus ook nu moet je al naar een oplossing kijken dat het spoor een goed ontwerp en een goede gedachte krijgt. Hoe we daarmee om kunnen en de ontwikkelen. En de stad niet op slot zetten. Hè, dat we nu ook verder kunnen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dan zorg je dat het nu al mogelijk wordt. De ambities die je als stad hebt. Qua wonen, qua werken, qua mooie groene ruimtes. En het is prachtig als er dan een alternatief komt voor die gevaarlijke stoffen. Of misschien zuidelijker in een nieuwe tunnel. Er zijn ook gedachten om het over het water meer te gaan laten plaatsvinden. In het groeifonds landelijk is er zelfs een idee geopperd om een nieuwe buisleiding van Rotterdam tot aan Maastricht te gaan. Dat gaat over een veel grotere schaal dan dat je hier als Dordrecht alleen kan beslissen. Ja. Oké, helder. Ik bedoel, één aspect is al die oude lijn die je al aan het keren noemde. Ik ga even naar John Stegen, de oude lijn van Leiden tot aan Amstelwijk. Ik ken jou als iemand die heel lang zijn domicilie in Leiden had. Ik bedoel, heb je een rondedansje gemaakt dat die verbinding ontstaat? Nou ja, het maakt het voor mij wel makkelijker om naar mijn vorige woonplaats te pendelen. Ik heb 40 jaar in Leiden gewoond vandaar. Maar ik willen we toch wel graag concentreren op wat betekent het voor Dordrecht. Mm-hmm. En dan zie ik inderdaad buitengewoon interessant. Ik ben het er erg mee eens om af te zien van de mogelijkheid van zo'n tunnel. Want inderdaad, bouwput, niet alleen bouwput in de zin van honderden miljoenen euro's die je daar waarschijnlijk aan kwijt bent, maar vanuit het bomenriddersperspectief, de hele omgeving moet dus ook alles gekapt worden. Want anders dan gaat dat gewoon technisch niet. Ik hoop overigens dat het bij de bouw van wat jullie dan wel hebben voorgesteld niet alleen rekening gehouden wordt met de bomen die er al staan, maar ook met het bouwproces zelf. Want Meccano gaat natuurlijk niet over de uiteindelijke realisatie, dat zijn aannemers enzovoort. Ja, ja. Maar
geef alsjeblieft wel nadrukkelijk mee dat niet op het laatste moment, zoals zo vaak in deze stad wel gebeurt, een bouwproject van de grond komt en dan op het laatste moment wordt gezegd, ja, die bomen staan toch wel erg in de weg voor de kraan die we er graag neer willen zetten. Die creativiteit die zou wat mij betreft ook wat nadrukkelijker in de presentatie zelf zichtbaar mogen worden. Het zou bijvoorbeeld al helpen als je een nieuwe animatie zou maken vanuit de grote bestaande bomen, die 270 die mijn collega heeft genoemd. Omdat dan voor de inwoners van de stad ook veel beter zichtbaar wordt dat we daar rekening mee houden. En dat we daarmee ook een woonmilieu creëren vanaf het begin af aan met al bestaand fatsoenlijk groen. Want anders creëer je eerst een zandwoestijn tijdens de bouw en vervolgens een steenwoestijn met sprietjes in het begin van wat er dan staat. Ja. Dat ga ik niet meer meemaken dat dat iets fatsoenlijks is. Daar ben ik al te oud voor. Nou hoor ik van jou vooral ook wel bewust dat jullie met die hele groenstructuur wel bezig zijn in die zin. Ja, dat is zeker. En ik, nogmaals, in die zin is het een visie nu. En het lijkt me prachtig als we die stappen kunnen maken juist als vervolg. Ja. Ik omarm dat alleen maar. Voor mijn begrip ook, hoe gaat dat van visie naar uitvoeringstraject? Ik bedoel, hoeveel invloed heb je als Mecano op dat wat je aan groenstructuren meegeeft aan de ontwikkelaars die uiteindelijk gaan bouwen? Nou, van visie zal je nu naar een uitwerking moeten, echt een concreet stedenbouwkundig plan. Hè? En dan ga je dit soort aspecten meenemen. Dan gaat het over veel meer op het detailniveau van wat staat er nu allemaal aan bomen. Wat hebben we nu qua wateropgave, qua milieuzones. Mm-hmm. Daar hebben we op hoofdlijn nu rekening mee gehouden. Je hebt natuurlijk bijvoorbeeld met geluidscontouren te maken, met die veiligheid die we net al noemden. Daar hebben we wel de eerste scan van gedaan, maar in een stedenbouwkundig plan ga je nog dieper op die details in. En dan komt dat allemaal aan bod. Dus die slag moeten we ook met elkaar gaan maken. Als je het dan hebt over de tijd, want dat kwam ook al eerder aan bod. Dit is zeker niet iets wat in één keer natuurlijk zo gaat gebeuren. Dat lijkt me ook geen goed idee trouwens. Wat het wel is, dat je dit als houvast hebt van hier zouden we naartoe willen. Mm-hmm. Ja, dus ik hoop dat iedereen er blij van wordt en dat we die toekomst met elkaar dus weten. Nou, dit zou mooi zijn als we dit bereiken voor de stad. En dan ga je natuurlijk, hebben we het over projecten die al gaande zijn. Gaat het over stappen rondom het station, worden nu gesprekken over gevoerd met NS, met ProRail, met zo'n stadsbrug. Maar ook locaties rondom het Maasterras, waar nu heel veel ondernemers ook zitten met eigendom. Ja. Dus het gaat over heel veel van dat trajecten die nu wel al in gang worden gezet. En die gesprekken die ook al gaande zijn. En daaruit kan je zeggen van nou, zo'n brug, ik kan ze nu niet allemaal gaan opnoemen. Maar daar is bijvoorbeeld, nou, dat zou met Rijkswaterstaat, die staat eigenlijk ook op het punt om die brug een update te geven. Die moet eigenlijk gerenoveerd worden. Dus eigenlijk nu een kans waarbij ook wordt gesproken, misschien wordt het wel eigendom van Dordrecht, die brug. Mm-hmm. En dan kan je het heel concreet gaan doen. Dat spoor, het station zelf, dat staat gewoon, een aantal dingen zijn daar gewoon echt heel actueel met perrons die verzakken. Dus daar zal je echt de komende 5 jaar die stappen moeten gaan maken. Dus daar zit wel wat prioriteit op. Absoluut, en dat wordt gezien al door die partijen, dus je moet dat ook betekent dat de noodzaak er ook is. Okay. Hè? Maar het zal altijd in een... je kan het niet allemaal tegelijkertijd. Ja. Oké. Okay. Dus we gaan weer even naar Francesco. Ik bedoel, wij boffen, want we hebben live muziek hier. Live muziek is natuurlijk best lastig, Francesco. Hoe gaat het wat dat betreft met jou en met jouw plannen? Nou, ik moet zeggen dat ik achter de schermen heel erg druk bezig ben. Dus ik meer in het bedrijfssector, zeg maar, dingen bedenken en ondernemen dan daadwerkelijk buiten gaan optreden, denk ik. Dus dit is een van de weinige keren, dat wel. Alleen, het stopt nooit het creatieve proces. Mm. Ja, mensen mee eens, dus dat stopt nooit. Ja, maar dus, je kunt op weinig plekken nu echt live optreden. Ja, klopt. Ja, livestreams, hè. Dus gaat het al heel erg kriebelen? Bedoel, nou ja, ik doe veel optredens op Instagram. Hm. En dan, okay. En het leuke is dat ook dat je met je
volgers met je fans kunt connecten. Ja. En echt muziek kan spelen, zodat we met z'n allen deze lockdown doorheen komen. Dus dat heet ook de Love Spreading Livestream. Wat ik dan doe, is dan liedjes spelen om alles wat er buiten gebeurt eventjes te vergeten. Lekker met dat te kijken met een drankje. Gewoon eventjes kan chillen. Dat willen wij nu ook even vergeten. Met welk liedje ga je ons verwennen? Falso Italiano. You expect me to conquer you like all Italian men do. Well, I'm not like that kind. But if you give me just one chance for this soon to be romance, then it's something better you will find. Buona sera, I'm not a Casanova. I'm not from Italia, but I can be better. If you give me just one chance for this soon to be romance, then it's something better you will find. Do you love this Romeo? Then come and take this rodeo. 'Cause I'm a falso Italiano with the land of lions as my home. I am a falso Italiano who doesn't even know the way to roam. Lie, 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 lie. Sonnet, an Italian sonnet. On that I have to say no, I'm not like Ariosto. But I can play the guitar, with that I come very far. But you disagree, hey, you can't change me. Buona sera, I'm not a Casanova. I'm not from Italia, but I can be better. If you give me just one chance for this soon to be romance, then it's something better you will find. Do you love this Romeo? Then come and take this rodeo. 'Cause I'm a falso Italiano with the land of lions as my home. I am a falso Italiano who doesn't even know the way to Rome. 'Cause I'm a falso Italiano with the land of lions as my home. I am a falso Italiano who doesn't even know the way to Rome. Yeah. I am a falso Italiano with the land of lions as my home. I am a falso Italiano who doesn't even know the way to Rome. Dankjewel, Francesco. Ik wou nou toch maar even dat stapje gaan maken, want daar gaat ook een aantal vragen van verontruste kijkers over, de automobiliteit. Want als ik alle plannen op laat inwerken, de Spuiboulevard krijgt straks een knip, dat is geen doorgaande verbinding meer. De burgemeester de Raadsingel krijgt eigenlijk ook een knip, want de stationsweg en het park wat over het spoor getrokken wordt, dat wordt echt een ander type verblijfsgebied. Je zei in het begin van de uitzending al van, als je nu het station uitkomt, dan struikel je over de auto's. Dat zag je graag anders. Ik merk toch. Was in Leiden. Hè? Ja. Ik merk toch van veel luisteraars dat ze het moeilijk vinden om zich een voorstelling te maken van een situatie waarbij de auto wat wordt teruggedrongen. Ik bedoel, hoe gaat dat in de planvorming en wat zijn überhaupt volgens Meccano dan de ontwikkeling de komende 20 jaar, want dat is de looptijd zo'n beetje van het geheel, als het gaat over automobiliteit. Ja, we hebben het er een beetje natuurlijk wel over gehad. En die enorme transitie, die gaat gewoon gebeuren. Dus we kunnen het eigenlijk niet eens omzeilen.
Maar ik denk het grote verschil is dat het heeft te maken wat we nu kennen. Inderdaad vanuit de jaren 60 hoe we onze steden hebben ontwikkeld. En dat je ziet natuurlijk wel veel steden waar deze situatie al veranderd is eigenlijk. En wat het ook oplevert. Mm-hmm. Dat is vaak dat kan ik me gewoon goed voorstellen vanuit de situatie die we kennen, wat het kan betekenen. Bijvoorbeeld ondernemers die zeggen, ja, maar nu kan iedereen voor mijn deur komen en dan winkelen en dan loopt het goed. Maar je ziet ook in steden waar dat is veranderd en waarbij mensen wandelen door die straat in plaats van met de auto te komen, dat het een enorme impuls heeft gegeven, ook als economische impuls voor winkels. Heb je een voorbeeld voor ogen waar jullie sterk op gelet hebben of wat inspirerend was voor jullie? Nou, we hebben veel studies gedaan. We zijn in heel veel steden, niet alleen in Nederland, maar ook buiten Nederland actief. Mm-hmm. En we halen de kennis ook vanuit die ervaring natuurlijk. Extreem voorbeeld is Manhattan. Dan is het niet zozeer dat we dat met Dordrecht per direct moeten vergelijken. Nou ja, maar het spottend gaat hier wel eens als je over hoogbouw begint. Ja. Het verhaal van, we willen hier geen Manhattan aan de Maas. Hè? Precies, dus... Maar het gaat wel om even los van die hoogbouw, want dat is helemaal niet te vergelijken. Het gaat erom hoe meer mensen, want dat is wat er gaat gebeuren met Dordrecht. Als er verdichting plaatsvindt, komen meer woningen bij, meer bewegingen. Dan zie je ook dat je die publieke ruimte echt moet gaan inrichten voor wandelen, voor fietsen, voor verblijven. Om daar een aantrekkelijke stad ook van te maken. En in die zin de vergelijking met dichtbevolkte steden, en dan is Manhattan natuurlijk een extreme daarin. Maar daar ga je niet met de auto. Nee. Daar doe je alles wandelend, daar doe je alles met de fiets. In Rotterdam zie je hetzelfde wat zich daar ontwikkelt. De binnenstad is daar geprojecteerd als City Lounge, waar het juist over verblijfskwaliteit gaat, over goede toegankelijkheid van al die winkels. Daar zitten hele grote kansen. En als ik nog even terugga naar echt concreet de data, de cijfers, dan zit in die 50% die we nu van ons oppervlak als stad voor de auto beschikbaar stellen, daar zit echt nog wel een wereld te winnen. En nog een cijfer daarbij. Veel mensen weten dat denk ik wel. Maar auto's die geparkeerd staan, het gemiddelde daarvan is 23 uur per dag. Mm-hmm. Dat kunnen we echt wel slimmer doen met elkaar. En ja. Als je dat doet, wat voor ruimte er dan ontstaat in een stad? Daar zitten grote mogelijkheden voor waar we het over hebben. Welke toekomst willen we als stad? Ja. Dat is een aantrekkelijke plek. Als ik zo vrij mag zijn, jij vraagt duidelijk. Tenminste, ik neem aan dat de vraag van de kijker is en de luisteraar. De gedachte in ieder geval, ik heb een auto. Hoe kom ik straks bij mijn woning? Of hoe moet ik het gaan doen? Is er nou ook een concreet alternatief, even los van de structuren die je wilt verbeteren? Ja. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen straks vanuit de auto op een step stapt. Ik noem maar iets. Zijn er nou plannen waarvan je denkt, dat is zo bijzonder en dat ligt in de lijn der verwachting? Daar ben ik benieuwd naar. Ja, dus bedoel je dus specifiek voor bijvoorbeeld de burgemeester Raatsingel? Gewoon voor dat hele kerngebied, zeg maar, vooral de historische binnenstad. Mm-hmm. Het is daar gedoe. En nu hebben we wel op dat detailniveau gekeken van, we hebben een aantal grote parkeergarages bijvoorbeeld in de binnenstad. Uh-huh. In deze hele visie hebben we het wel op dat detailniveau bekeken dat die allemaal bereikbaar blijven, soms met een andere route er naartoe. Als je kijkt naar de mobiliteitshub die geprojecteerd was op Weeskinderendijk, daar hebben we heel concreet een keuze gemaakt. Zorg nou dat die auto's die van veel verder komen, dat je die eerder afvangt. Al bij Amstelwijk, dat daar juist je mobiliteit zit. Ja. En dat je op een andere manier die stad ingaat. Dus zo concreet hebben we ernaar gekeken. En wat ik net al noemde, het betekent dat je het echt... Je moet juist niet alleen vanuit die auto redeneren. We hebben ook heel concreet naar meer plekken over en onder het spoor gekeken. Nu we doorgang bij Rozenhof, bij de Crispijntunnel verbeteren. We hebben, hoe heet het daar, ik weet nooit of het een naam heeft, maar het fietstunneltje met de bijzondere slinger onder het spoor. Bij de Nassau. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook iets heel onhandigs, dus daar hebben we ook een verbetering voor getekend. Dus het gaat wel om al die aspecten gezamenlijk, denk ik. Om dat
Als dat het antwoord is op je... Ja, deels. En daar ben ik het al heel erg veel mee eens. Maar ik dacht meer van, en daar heb ik me nooit op geconcentreerd, maar hoe ziet nou de praktische mobiliteit eruit? Ik hoor je zeggen dat de omgeving verandert, dat parkeren uit het blikveld verdwijnt, zou ik maar zeggen. Of in ieder geval dat er oplossingen zijn. Maar gaan mensen straks met een Segway over straat of zo? Of zijn er nou straks pick-up points waar mensen dus in de stad iets kopen en dan het op laten halen of bestellen? Of zijn er van die picknickwagentjes die rondrijden om oude mensen naar de stad te brengen? Weet je, die concrete... Ja, nee, goed, maar het zou kunnen zijn dat de schaalvergroting plaatsvindt. Ja. Ik heb er nooit over nagedacht, ik ben benieuwd. Ja. Nou ja, hebben zeker over nagedacht. Ik denk ook wel, ook daar zit natuurlijk weer een veel grotere uitwerking en ook rekenkracht. Dus we hebben bijvoorbeeld nu, tot nu toe in Dordrecht, wordt er vooral aan de automobiliteit gerekend. Ja. En in de visie hebben we al gezegd, we hebben de eerste stappen al gezet om integraal aan mobiliteit te rekenen. Nou, heel concreet. Ook verbetering van die waterbus, ook vanaf daar met deelmobiliteit. Dus bij zo'n mobiliteit, dus bij Weeskinderdijk, die we tegen dat taluut van het spoor dan voorstellen, zou het toch mooi zijn dat je daar veel meer met een soort abonnementsysteem kan kiezen. Nou, ik neem vandaag de auto, morgen wil ik misschien juist een bakfiets daarheen. Dus dat je ook vanuit dat soort... Scooter. Dat je veel flexibeler en veel meer gaat over welk gebruik zou ik willen in plaats van... dit is nu mijn optie. Hè? Ja, dus, maar we komen een beetje uit de situatie, want ik zat gisteren toevallig bij een politieke bespreking, dat gebeurt wel eens. waar de norm nog een beetje is dat 150 meter lopen naar je auto vanaf je huis nog als een behoorlijke hindernis wordt ervaren. Dus hoe gaan we nou mensen zo langzamerhand naar een ander model bewegen? Ja, ik zie dat eerlijk gezegd niet alleen in andere steden en ook wereldwijd al veel verder ontwikkeld, maar ook bij gewoon jongere generaties. Mm-hmm. Toch? Ik zie daar al zoveel veranderingen gaande die ik zelf ook denk, nou, zou ik dat wel willen, maar ik heb zelf niet de behoefte om een swapfiets te huren, de abonnement per maand. Maar toch is het een enorm succes wat heel veel mensen doen en... Zo zijn er heel veel vormen van mobiliteit die al veel verder gaan. En ook, het gaat ook over de stadslogistiek. Hè? Het is echt niet alleen ons personenvervoer. Het gaat ook over haal- en brengservice. Het gaat over de picknick, wat een enorm succes is. Ja. Hoe ga je dan aan de rand van je stad een mobiliteitshub maken, waar de overslag op een goede manier georganiseerd is? Gaan we zo nog even over door. Ik ben ook benieuwd, Nicky, hoe jij naar... dit aspect van de plannen kijkt. Dus dan duiken we straks even in. Oh, zometeen. Zometeen, want Francesco staat klaar. En dat betekent dat we weer een nummer krijgen. Zeker. Welke? It's time to love again. Here you are with your broken heart. The feeling of betrayal has torn you apart. But why carry your cross of stone? You don't have to walk this earth alone. Oh, it's time to love again, again. Again, 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 it's time to love again, 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 again. God was a little bit hard to you, but you don't have to stand still like you do. Like her, you have a cross of stone. Let her love you and you don't have to be alone. Oh, it's time to love again, 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 again. It's time to love again, 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 again. It's time to love again, 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 again. It's time.
Dankjewel. Dankjewel, Francesco. Ik heb dit nummer vaker gehoord. Ik vind het een heerlijk nummer. Heel mooi. Nicky, je zei al in het programma van ja, ik mag 30, 40 jaar nog hier aan de slag met allerlei ontwikkelingen als architect. Je bent ook een representant van een generatie die misschien wel anders tegen mobiliteit aankijkt dan de oude witte mannen die hier ook aanwezig zijn. Hallo, ja, ik zelf ook. En, speak for yourself, please. Hoe kijk jij nou naar dit vraagstuk? Nou, eigenlijk als ik de plannen nu zie liggen, maak ik me eigenlijk juist helemaal geen zorgen om het autogebruik. Want ik denk dat die auto's over 20 jaar zijn hartstikke autonoom. Je hebt straks je telefoon. Als je een auto nodig hebt, dan komt er een zelfrijdende auto in je huis toe. Dan stap je in een kleine auto, grote auto. Hij is al gewassen voor je, hij is uitgezogen, hij is schoon. Je hoeft je nergens meer zorgen om te maken. Je hebt geen auto voor de deur staan straks meer. Mm. Ik bedoel, het is nu nog een markt die toch komend is met deelauto's. Zeggen van joh, we gaan ons appartementgebouw samen een paar deelauto's zetten. Mm-hmm. Maar over 20 jaar, ja, dan bestaat ook denk dat principe van deelauto's niet meer. Want je hebt gewoon bedrijven straks die autonome auto's op rondrijden, kom je oppikken voor de deur. Alles wordt voor je geregeld. Die verkopen gewoon mobiliteit. Ja, net zoals je eten kan bestellen, je thuis bezorgd, bestel je een auto. En heb je zin in een heel simpel autootje, dan bestel je een simpel autootje. Wil je op iemand indruk maken, dan bestel je een hele dure auto. Zoals op Uber in Amerika bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ik denk niet meer dat als jij zoveel opties hebt, dat je niet meer trots op bent om zelf een auto te hebben, dat speelt dan niet meer, denk ik. Ja, dus nu dus waar je trots op bent, meer heb je nodig. En dus er komt echt een mindshift aan. Ik denk dat die eigenlijk al in Amerika, zeker in San Francisco of LA, als je daar een keer bent en met Uber aan de slag gaat, ja, dan denk je bij jezelf, ja, ik heb echt een auto meer nodig. Lijkt wel gek als ik een auto heb. Mm-hmm. En straks zijn ze nog zelfrijdend ook. Ja, eens. Ja, ik denk ook. Ja, ook in heel andere delen, dus ook als je in India komt of in Azië. Maar dan zijn er ook zoveel dat het gemak ook is. Ja. Hè? Wij zitten nu op een moment dat nog niet gaat. Want dan, als je nu de Uber bestelt, dan duurt het nog steeds 20 minuten duren. Dus dan ga je het niet doen. Volgens mij, als je hier een Uber bestelt, moet je uit Rotterdam komen. Ja, dus nou. Ja. Je had het eentje rondrijden door. Ja, inderdaad. Ja. Nee, maar die verandering die gaat wel hard. Dat is zo. Nou ja, maar ik zou nog even het tijdspad er naartoe, hè? Want het gaat heel, daar hebben we het wel een beetje over gehad. Van hoe komen we daar? Welke stappen en hoe snel? Ik heb wel eens voorgesteld, en dat hebben we in Rotterdam ook wel eens getest. Je kan ook bijvoorbeeld met zo'n brugweg. Je kan hem al heel makkelijk een weekend autovrij maken en gewoon beschikbaar maken voor een markt of een keer voor een evenement. En laten we gewoon kijken of we dat willen met elkaar. Mm-hmm. Waarom niet? Gaat het ook niet over alleen maar plannen maken, maar gewoon al testen en gaandeweg met zo'n stad aan de slag en verder ontwikkelen en bedenken. Vinden we dat wenselijk of niet? Dat zou volgens mij een hele goede zijn om ook. Want ik begrijp dat heel goed, die verandering. Dat is ook. Ik vind een auto ook heerlijk. Ja. Dat is een enorm gemak. Maar als je nou kijkt tussen Zwijndrecht en Dordrecht, wat een ongelooflijk korte afstand dat is. En dat we dan toch altijd zeggen van ja, maar we kunnen nu eigenlijk alleen maar met de auto. En dan heb je ook nog die hele onhandige trap waar je met de fiets afdondert. Ja, dan begrijp ik het ook wel. Ja. Dus dat is. Er zijn genoeg verbeteringen mogelijk. Ja. Tegelijkertijd hoorde ik ook wat ongerustheid van geen auto meer over de brug weg. Dan moet je helemaal omrijden naar Zwijndrecht. Ja, of het is nog korter doordat je in die plannen zo snel en makkelijk er komt. Je kan er altijd van twee kanten naar kijken. Ik zag jou knikken bij dat verhaal van die verandering in de mobiliteit. Hoe kijk jij daar nou ook vanuit binnenstadsoptiek, nee? Ja, er is gewoon een hele grote behoefte natuurlijk. De stad wordt rustiger, aantrekkelijker op vele gebieden. En je zult iets moeten doen om die stad aantrekkelijk te maken en te houden. En daar is mobiliteit een groot onderdeel van, zeker weten. Mm-hmm. Ja. En wat jij beschrijft als het gaat over die brug, wat ze volgens mij de Zwijndrechtse brug noemen, dat spreekt me aan. Ik bedoel, ga maar onderzoeken, ga maar kijken hoe de samenleving reageert. Ik denk dat er enthousiaste reacties komen. Ja. Ga maar testen. Misschien kunnen we ook voorbeeld nemen aan datzelfde Manhattan. Daar hebben ze een oude spoorlijn omgebouwd tot de High Line. En dat is een van de grootste toeristische aantrekkelijkheden van heel Manhattan. Dat zou natuurlijk, als we eenmaal de draai hebben gemaakt dat we het niet meer beschouwen als een primaire infrastructuur voor auto's.
dan gaat die knop veel sneller om. Ja. Nou, we hebben ook zeker daaraan gerefereerd, aan de Highline, maar ook aan de Hofboog in Rotterdam, dichterbij. Als je ziet wat voor nieuwe... Sorry? De Ponte Vecchio, dat is nog mooi. Ja, maar als je ziet wat voor een... wat ook welke nieuwe ondernemers dat aantrekt. Hè? Wat voor een mooi milieu daar ontstaat. Ja. En ook de levendigheid en de aantrekkingskracht. Dan denk ik, dat is zoiets moois. Dat je, en nogmaals, wil je ook die groei kunnen faciliteren met meer woningen, dan kan dat nu gewoon niet, hè? Met het geluid en de belasting die je daar hebt. Dus je zal sowieso iets moeten doen. Je moet sowieso wat doen. Je noemde dat cijfer al van... 51% van het ruimtebeslag eigenlijk gerelateerd is aan auto's. Ik bedoel, maar het zou een uitnodiging moeten zijn. Dat we met elkaar gewoon gaan proberen en gaan kijken. Dat is een hele snelle manier om ook de ontwikkelingen in gang te zetten. Ja. Misschien kom je dan tot de conclusie, dit werkt echt niet of we willen het niet. Dan kunnen we daar ook mee aan. Dan kijk ik toch even naar onze bomenridders. Want ik neem aan dat jullie wel een ideetje hebben als we dat percentage van 51% weten terug te dringen. Zeker weten. Ik bedoel, we hebben gisteren nog een discussie meegemaakt waarbij de boom toch wederom mag wijken voor parkeren. Dat zal nog wel even blijven. De logica van nu is inderdaad een dominante autologica. Dat zit ook in de hoofden van mensen. Dat gaan we er ook niet in één keer uitkrijgen. Maar als wij praten hier over de Maas. Onder verkeerskundigen betekent dat iets heel anders. Mobility as a service. Dat wil zeggen, die zelfrijdende auto's van jou. Maar op het moment dat lukt, dan ontstaat er zomaar 10-20% van het oppervlak van de stad die beschikbaar komt om dat urgente probleem van de klimaatverandering aan te pakken door aanplant van bomen en struiken en planten. En dat moet echt gebeuren. We gaan niet meer 20-30 jaar de tijd hebben om ons daarop voor te bereiden. Dat urgentiegevoel, dat heeft natuurlijk nog niet iedereen. Maar dat op het moment dat die knop omgaat, dan zie ik echt gebeuren dat daarmee die stad in alle opzichten, ook alle andere wijken van de stad, veel aantrekkelijker worden, doordat er veel meer groen is. En we dus ook veel minder last van hittestress en dat soort dingen hebben. Of van veel te veel wind, wat nu ook best vaak een probleem is. Alleen, laten we nou met z'n allen proberen die knop om te zetten. Ik heb geen auto, nooit gehad. Ik heb wel een rijbewijs. Ik weet dat ik een uitzondering ben. Maar ik weet ook heel zeker dat er, om economische redenen, maar ook om redenen van gevoel van verantwoordelijkheid, jongere generaties veel sneller afstand zullen nemen van de vanzelfsprekendheid van het zelf hebben van een auto. En als we dat dan ook technisch goed weten te ondersteunen, dan is het toch een win-win situatie. Ja, en er speelt ook bij dat je kijkt naar de, zoals we dat mooi noemen, de city of proximity. Hè? Dus dat je niet alleen over woonwijken nadenkt, maar eigenlijk gemengde gebieden waar ook goede educatie, waar ook de werkgelegenheid, voorzieningen. Dus dat je ook veel meer in kleinere communities kan denken, waar je alles in de buurt hebt. Ja. In plaats van, het gaat dus niet alleen om mobiliteit, van hoe gaan we ons verplaatsen. Je kan ook kijken hoe vaak is verplaatsing zelfs onwenselijk. Hè? Dan kan je kijken, kunnen we dat überhaupt overbodig maken voor een deel? Ja, dan zit ik ineens te denken, we zitten nu met die lockdown en heel veel mensen die thuiswerken, verplaatsingen worden echt veel minder. Gaan we daar iets in die zin aan overhouden dat een aantal voordelen daarvan structureel gemaakt gaan worden, denk jij? Ja, zeker, maar niet alleen door corona. Ik vind dat is wel een momentopname. Op het moment dat je verdicht, en je hebt het over zo'n highline of over de hofbogen, dan is juist het mooie daaraan dat je zeker de highline, dat is niet een ontwikkeling vanuit ontwikkelaars. Dat is een ontwikkeling vanuit bewoners, hè, vanuit de stad zelf. Die zeiden, kunnen we daar niet iets moois van maken van die oude infrastructuur? Nou, dat levert vaak de meest interessante en inspirerende plekken in een stad op. Dat is heel erg mooi als we veel meer vanuit die gedachte kunnen omgaan met de stad. Dus toen wij begonnen hebben we ook niet gezegd van nou, de historische stad is mooi en daarna is er iets met die auto gebeurd en enorm veel infrastructuur. Dat heeft ook de stad gemaakt. Dat heeft ook de stad gebracht waar het nu is. Laten we dat vooral benutten en op een mooie manier
ombuigen naar iets waar we blij van worden? Ik denk dat dat toch elke keer de vraag is. Mm-hmm. Ja. Ja, dus vooral de vraag hoe we dat met elkaar bereiken, dat we er vooral... Ja, nou, één, dat gaat dus over de lange termijn, mm-hmm. hè, dus ver weg kijken. En nu al op korte termijn ook gewoon aan de slag met de lopende projecten, maar ook met dit soort gedachtes. Waarom laten we die brug niet eens voor wat het is en gaan we er, geven we het aan de stad om er een week of een weekend het eigenaarschap eigenlijk een beetje toe te eigenen voor zo'n plek. Kijk met een schuin oog toch even naar Stichting de Stad. Hè? Ja, dat is toch. Grijp de microfoon. gaan we een Stichting de Stad sessie krijgen over wat doen we met de brugweg? Wat doen we met... Nou, als dat kan helpen om dat een keer voor elkaar te krijgen, dan stel ik voor dat we dat zo snel mogelijk organiseren. Ja. Ja, dat lijkt me heerlijk om die creativiteit in die stad te mobiliseren en dat te doen. Maar... Nou, wat zou je kunnen doen met zo'n plek? En wat kun je organiseren als het eigenlijk weer mag? Dat is misschien inderdaad een heel boeiende om nu in deze tijd er eens over na te denken. Het eerste feest wat je kan geven misschien, de brug. Nou, ja, zodra de rem eraf gaat... Ik moest eerlijk gezegd ook nog wel denken toen we het hierover hadden. Want ik vond één ding die over mobiliteit ging in de plan ook heel interessant. Ze zeiden, we moeten de N3 afwaarderen naar 50 km per uur. Als je het nou hebt over wat volgens mij echt een impact heeft op gezondheid. Al je sportvelden liggen er allemaal langs in de stad. Het is een enorme geluidsbarrière. Daar zitten echt veel woningen langs, nu al. Dus ik denk, misschien, we hebben een tijdje terug hem natuurlijk noodgedwongen afgesloten in verband met de brug. Ik kan me de discussie nog voor de geest halen van 100 naar 80. Dus, nou ja, misschien, misschien moeten we ook een keer een weekend dichtgooien. Ja. Oké, ik zie dat Francesco alweer klaar staat. En we gaan hem doen, hè? Dat prachtige nummer. Waarmee je op televisie was, waarmee iedereen sowieso wegblies. Ik heb hem al meer van je gehoord. Ik ben er heel dol op. Dus, Voor jou, Rajan. Heroes. Like dolphins, like the dolphins can swim. And though nothing can keep us together, oh, we can beat them forever and ever. We can be heroes just for one day. Just for one day, yeah, 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 we can be heroes.
just for one day. Dankjewel, Francesco. Nou ja, 5 eigen nummers van Francesco en 1 op mijn verzoek. Dat is, ja. Dankjewel. We gaan alweer bijna naar een afronding van dit programma. Een aantal vragen van kijkers ging ook over gaat over de financiële haalbaarheid. Dat is natuurlijk altijd heel lastig. Je hebt al een aantal dingen gezegd van waar nu kansen liggen, waar ook eigenlijk direct zaken moeten gebeuren, omdat ProRail er ook over nadenkt. Hoe gaat de vertaalslag van de visie naar de uitvoeringsplannen, naar financiële haalbaarheid? Wat voor route zit daar eigenlijk aan vast? Ja, er is nu in die visie is er ook gewoon al gerekend aan de plannen. Mm-hmm. Want anders dan teken je iets en laat je het zien. Waarvan denk ik, nou, is het überhaupt mogelijk? Dus die scan is er zeker gedaan. De route ernaartoe, die is wel een complexe, want het gaat natuurlijk over veel jaren. En ook dat financiering van verschillende kanten komt. Als je het over een F-16 hebt, als snelfietsroute zit, mm-hmm. is er ook een provincie-aangelegenheid. Als het over de city sprinter gaat, is het ook het Rijk en de versterkings. En dan zit er vanuit de gemeente zelf, die heeft ook duidelijk gezegd, wij willen ook zelf echt investeren natuurlijk in die plannen. Deels, volgens mij is dat ook wat bij de markt dan speelt, met Eneco-gelden waar aan gedacht wordt. En je hebt natuurlijk de situatie dat er vanuit de ontwikkelingen ook gelden vrijkomen om geld te stoppen in publieke ruimte. In eigenlijk alle ideeën die ook de stad breed aangaan. Ja. En ik denk dat er ook een... er wordt ook gekeken naar Europese gelden bijvoorbeeld. Als het gaat over die klimaatopgave, waar we hebben een gigantische opgave die ook niet alleen als stad, die is zoveel breder. Concreet is het nu dat met die eerste berekeningen, dat met wat er nu getekend is, dat reële gedachten zijn. Ja. Maar je moet het zeker wel over een periode, we hebben hem eigenlijk de visie ontwikkeld tot 2040. Hè, dus dat je die periode ook nodig hebt. En daar zit de crux. Je had het, het is jou bekend, politiek, om de 4 jaar wisselen we van plan of van gedachtes. Dat is denk ik de essentie waar het dan over gaat. Je kan de visie maken, je kan eraan rekenen. Maar het proces is iets waarbij je die periode elkaar ook vasthoudt om het te doen. Hè, dus daarom dat er ook een uitvoeringsagenda over na is gedacht. En dat je eigenlijk een programmabureau hebt die over die 4 jaar heen gaat. Die niet vastzit aan 4 jaar politiek, maar politiek overstijgend is. Wat natuurlijk nog veel effectiever is, is dat je een brede consensus ook in de politiek krijgt, waarbij een wisseling van de wacht op dit punt geen verschil maakt. Ja. Dat was in mijn ervaring in Leiden. Dat als je er maar voor zorgde dat je meer dan de helft plus 1 in de gemeenteraad had, dat je dan ook niet zo bang hoefde te zijn dat een plan daarna zou sneuvelen vanwege dat er een andere samenstelling van het college komt. Ja, en een belangrijk middel is een gebiedsfonds of een gebiedsorganisatie. Je hebt de vormen om een gebiedsmaatschap zelfs te organiseren. Die gaat over de lange termijn van zo'n gebied. Er zijn voorbeelden van in Rotterdam-Zuid bijvoorbeeld of in andere steden. Dan heeft de politiek met dat rare systeem van iedere 4 jaar kan het anders zijn, wel op deelplannen nog wat invloed, maar dan is de hoofdstructuur bewaakt, zeg maar. Ik denk dat je daar naartoe moet, want dit gaat gewoon over die lange termijn. Ik denk sowieso in het algemeen, los van Dordrecht, denken we vaak in te korte termijnen. Mm-hmm, ja. Dan kunnen dit soort... Dit gaat over iets wat zoveel meer impact en betekenis kan krijgen voor de lange termijn en generaties die komen. Neem dan een voorbeeld aan de boom. De boom denkt in termen van 100 jaar. Ja. Ja. Oké. Okay. Dat is een laatste vraagje. Nou ja, ook waar we het hadden over bouwen in hout. Ja, nu willen we allemaal in hout bouwen. Maar dan moet je dus ook nadenken over de aanplant daarvan. Dus dat gaat over veel grotere termijnen. Dan zijn we te veel verloren, hè? Dat we te veel in die korte gedachtes blijven denken. Ja, het langcyclisch nadenken is sowieso verstandig, begrijp ik. Ja, de auto is hetzelfde probleem eigenlijk. Ja. We denken nu, en dan kan ik morgen niet met mijn auto. Maar als ik over 20 jaar misschien
veel grotere problemen daarmee heb in het klimaat. Dat is natuurlijk heel... eigenlijk zouden we zo veel verder moeten... Laatste vraagje waar ik nog een korte reactie op zou willen hebben is, een aantal kijkers heeft ook van de week al op Twitter bij mij gevraagd van de maat der dingen in Dordrecht, dat is de hoogte van de toren van de Grote Kerk. Moeten we dat niet loslaten? Nou, sowieso, ik zou willen zeggen van dat we... vanaf visie dat het me heel mooi lijkt om dit soort gesprekken ook verder te brengen. En ook samen, ook nieuwe ideeën er zijn om die eraan toe te voegen. Dus ik ben heel blij met dit soort vragen en reacties. Maar we hebben niet, kijk, die dichtheid die nu wordt voorgesteld van die 10.000 woningen, dat klinkt als veel. Maar dat leidt niet tot een situatie dat je zo hoog moet gaan bouwen eigenlijk. Ja. Je ziet het, wat we nu in die beelden laten zien, dat is de opgave waar we als stad nu voor staan. En dan... zou ik niet zeggen van nou, het moet hoger. Je hebt nu een mooie verhouding in de studies die we hebben gedaan. Het heeft uitwerking nodig tussen publieke ruimte, tussen het wonen, tussen de voorzieningen. Waarbij het is niet zo dat wij hebben gezegd van nou, het mag absoluut niet hoger. Maar ik zie nu vanuit deze ambities die noodzaak helemaal niet. Helder. Ja, misschien nog op aanvullen? Of, ja. Ik heb we zitten nu al met de 10.000 woningen bezig tot 2030 volgens mij, is dat geloof ik ambitie. Zodat we nu niet de pols willen volbouwen. Dus ik heb eigenlijk het gevoel dat we nu al onze laatste gebieden die we kunnen gebruiken, tot 2030 zijn we nu aan het volbouwen voor 10.000 woningen. Maar ja, de stad stopt nooit met ontwikkelen. Dus naar 2040, 2050, 2060, 2070, als we iedere keer 10.000 woningen bij moeten, moeten we straks naar 2030 plannen gaan maken om toch buiten die pols te gaan bouwen. En denk van joh, zouden we misschien wat paar gebieden al nog intensiever kunnen maken nu, zodat we de ruimte overhouden voor de toekomst nog goed ontwikkelen. Of misschien wel wat in de plannen ruimte zitten om misschien een bepaald stuk juist weer nog verder te pieken. Misschien over 10 jaar zeggen van joh, we kunnen deze wijk nog gaan verdichten langs het water of zo. Of, lijkt me, nou ja, laten we daar in ieder geval laten denken niet stoppen daarover. Ja. Dordrecht heeft... Het gaat over een groter gebied, hè? De Drechtsteden ook als totaal, denk ik. Dordrecht heeft een stadsdichter. En ook de stadsdichter heeft naar de spoorzone... En bomenridders heb ik nu geleerd, dat wist ik ook niet. Ja. En de stadsdichter heeft ook naar de spoorzone gekeken. Zal ik jou een microfoon geven, Juno? Dankjewel. Ja, laten we maar gelijk beginnen, toch? Ja, waar is de camera? Floor is yours. Waar is de camera? Oké. Dordrecht is een oude stad met een mooie entree vanaf het water. Maar als je voor het mooie met de auto komt, dan kan je dat beter laten. Nu zag ik de plannen voor de spoorzone. Een entree zoals het hoort. En ik dacht alleen maar, wauw. Is dat nou echt mijn Dordt? Ik ben een groot voorstander van de spoorzone. Ik denk dat we hier trots op mogen zijn. Bouw alles maar vol. Let's go. Grapje, Kitty. Dankjewel, Juno. Voor een gedicht over het plan wat ons de komende jaren nog wel gaat bezighouden. En nog even een kort rondje met een highlight waar je zelf het meest blij van wordt als we dat nou morgen veranderd zouden hebben in Dordrecht. Heb jij iets waarvan je denkt van daar moeten we onmiddellijk mee aan de slag nu de kans rijp is? Nou, ik moet zeggen, ik ben al zo ontzettend blij dat iedereen verenigd lijkt en zo enthousiast is. Dus ik heb niet, het overvalt me de vraag, maar ik heb niet per se een idee. Ik ben voor nu erg tevreden. Ja, oké. Nou, ik denk dat natuur inclusief bouw, denk ik bij jou. Natuur inclusief bouwen, dat ligt natuurlijk voor de hand dat ik dat ga roepen. maar wat volgens mij minstens zo belangrijk is, is dat we van mooie visionaire verhalen tot de realisatie komen. Wat dat betreft hebben we natuurlijk in Nederland een lange traditie van prachtige plannen die vervolgens niet of op een totaal andere manier worden uitgevoerd. Laten we het nou eens anders doen. Nicky, wat wil jij gaan bijdragen de komende jaren aan dit geheel? Ik denk als station nu als eerste aangepakt zou worden, zal het een soort van een held kunnen zijn van heel het plan voor Dordrecht. Dat iedereen denkt van, joh, we hebben hier vertrouwen in. Als mensen naar Dordrecht kijken, komen langs. Denk van, joh, dit is een stad, daar kan het, wordt het mogelijk gemaakt. En niet als je natuurlijk eerst een gebiedje hebt wat een beetje braak ligt, waar niks gebeurt, dan hebben mensen geen vertrouwen. Maar als het station trots uitstraalt, zegt van, joh, dat kunnen we als Dordrecht, weet je wel, hier, we hebben al een start gemaakt. Ik denk dat iedereen er vertrouwen in krijgt, zegt van joh, dit is dat waar we energie en moeite in gaan steken. Ik denk dat dat heel belangrijk zou zijn. En ja. Zeker de plannen die nu liggen, zo met het mooie park over het station heen. Liever vandaag en morgen nog, En vanuit Stichting de Stad? Nou,
Persoonlijk in ieder geval. Persoonlijk, mag ook, ja. Ja. Nee, ik wilde me eigenlijk wel even aansluiten bij het vorige. Dat, kijk, volgens mij liggen de plannen en de ambities er en iedereen is er enthousiast over. Dus volgens mij is nu de politiek aan zet om gewoon de eerste stap te bepalen. Van waar gaan we nu beginnen? Hmm. Want je moet ergens gaan investeren, denk ik. En er kan geïnvesteerd worden, of het nou in de grote markt is of een ander. Maar laten we daar nou eens met elkaar een keuze over maken. En dan de eerste stap zetten. Dat lijkt mij een mooie. Oké. Nou, de grote bedenker van het plan. Wanneer ben jij helemaal blij? Niet alleen ik hoor, het is een heel team. Maar, ja, dat is uiteraard een heel team. Maar in Dordrecht en heel veel toch een beetje het gezicht van. Ja. Ja, en heel veel mensen van de gemeente ook. We hebben echt een heel mooi proces. Dat is essentieel hoor, want als je geen goede opdrachtgever hebt, dan kom je ook niet tot dit niveau. Dat wil ik toch ook graag even zeggen. Mm-hmm. Dat maken we ook genoeg mee. Ik zou vooral heel blij worden als we gewoon de eerste stappen ook gewoon gaan zetten met dit soort ideeën, waarbij we het al uitproberen in praktijk. En ik zou ook nog willen zeggen, het is niet wachten, hè. Er gebeurt al heel veel. Laten we vooral die energie samen oppakken en dat iedereen kan daar een rol in vervullen. Ik ga iedereen bedanken. Armand, jij ook enorm bedankt. Nicky, bedankt. Ja. Martijn, bedankt. Francesco, heel erg bedankt. Pieter, John, Willibord. Fijn dat jullie er waren. Dit was Via Cultura. Tot de volgende keer.